Vanmiddag hebben we de dierenarts gebeld. Want ongeveer 2 weken voordat Bo ging bevallen heeft ze een infectie gehad. Daar heeft ze ook een antibiotica-kuur voor gehad. En eigenlijk sinds vanmorgen ruiken we weer exact diezelfde geur als die ze toen ook had. En haar temperatuur gemeten en die was 39,3. Dus dat zat me niet zo lekker. Dus we hebben de dierenarts gebeld. En we hadden een dienstdoende arts, omdat het weekend is. En dat was dus een andere dierenarts die we normaal hebben. En die zei dus dat het geen kwaad zou kunnen. Dat we het even in de gaten moeten houden. Dat we pas hoeven terug te bellen als de koorts hoger is dan 39,5. We hebben gevraagd of dan een eventuele infectie geen kwaad kan voor de pups. Maar ze zei dat de pups dan al lang dood hadden moeten zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet echt gerustgesteld ben. Dus eventjes wat extra zorg om Bo. Oh, maar we houden het in de gaten. Dan hoop ik dat het inderdaad allemaal meevalt. Kijk hoe schattig dit is. Appeltje. Oh, het is zo lief. Hé, hey, Boffie. Oh. Ik word er gelijk heel anders van. Het is vandaag moederdag en ik ben mooi verwend vanmorgen met een ontbijtje en mooie cadeautjes. En nu gaan we datzelfde doen bij mijn moeder. Dus we laten voor het eerst de pups alleen. Best wel spannend. Maar we blijven maar heel even weg. Dus het moet goed gaan. 's Nachts zijn ze langer alleen. Dat ik vertelde dat ik me zorgen maakte over Bo, dat was gisteravond. Het is nu dus zondag, moederdag. En inmiddels gaat het echt al een stuk beter. We mochten haar van de dierenarts wassen. Dus we hebben even lekker gewassen. En de geur is verdwenen. Dus misschien dat het wel de laatste troep was die eruit moest. Sorry voor de details. En de koorts is ook gezakt. Dus, en ze heeft natuurlijk ook wel een vrij dikke vacht. En het is natuurlijk al warm en dan hebben we ook nog die warmtelamp hangen. Dus gelukkig viel het mee. Daar ben ik heel erg blij om. Ik kreeg van heel veel mensen de vraag wat ik nou eigenlijk had gehad van mijn dochter voor moederdag. Nou, sowieso een heerlijk ontbijtje heb ik gehad. En een doos met chocoladehartjes. En dit zelfgemaakte bosje. Het tulpen. Dus daar moeten we even een mooi plekje voor zoeken. Ik zet hem nu even hier neer. En daar zat ook een heel erg lief gedichtje bij. Dus voor de nieuwsgierigen onder ons, dat heb ik van haar gekregen. Heel blij mee. Echt heel lief. Ik wil even lekker een mandje verschonen. Maar ik weet niet of dat gaat lukken terwijl ik aan het filmen ben. Hey, mooiert. Hey, mooiert. Wauw, wat heb je mooie oogjes, Boef. De Maui is zo rustig. Die vindt het allemaal helemaal prima. Hij is zo lief. Hij is zo lief, hè. Waar ga je naartoe? Onderzoek uit. Hoe ga ik dat doen? Even denken. Eerst één voor één uithalen, denk ik. Sorry, Boef. Ik leg jou even op een ander kleedje neer. Want ik moet even de boel verschonen. Hij ligt te slapen. Oh nee, hij was aan het drinken. Oh, sorry, Boefie. Ook al zulke mooie oogjes. Wauw. Even hier bij je zusje. Oh, sorry. Hoe is het met jouw oogjes? Half half. Oh, kijk eens, tijgertje. Het spijt me dat ik je moet storen. Sorry, Boef. Nou, je hebt er nog geen zin in met je ogen. Oh, wel een beetje. Ja. Oh.
Even mijn schoenen erin gelegd. Dan kan die andere in de was. Kom maar, Mout, mag je er weer in? Oep. Kitten is er weer bij. 1. Oh. 2. 3. Ew, sorry. Zo. En weer schoon. Jij probeert eruit te komen. Je gaat op onderzoek uit. Ja, dat gaan we nou ook krijgen, hè? We zijn nog geen 3 minuten verder en mevrouw is er inderdaad uitgeklommen. En is het er duidelijk niet mee eens. Iets om in de gaten te houden dus. Oh, Boog komt gelijk kijken. Het is alweer goed, Boef. Ga maar naar je eigen baby's. En hier moet ook even schoongemaakt worden, maar ze zijn zo druk met drinken dat ik daar nog maar even mee wacht. Kleine lawaaimakertjes. Ze worden steeds actiever en ze gebruiken echt die voorpootjes om vooruit te komen. Hier ligt weer eentje op de rug te drinken. Wat misschien wel leuk is, wij zijn heel erg bezig met namen, want we houden dus een pupje. Was eigenlijk de bedoeling om een teefje te houden, maar omdat we eigenlijk... Want er ook zoveel leuke reutjes zijn, weten we niet zeker of we een reutje of een teefje gaan houden. We hebben wel wat namen. Dat is bijvoorbeeld Buk, Bo en Buk voor een reutje. En we zaten te denken aan Babs of Bibi voor een teefje. En het is allemaal met een B. Het hoeft niet per se met een B te zijn. Maar we zijn eigenlijk gewoon op zoek naar hele leuke namen. En als iemand iets leuks weet of suggesties heeft... Laat het maar weten, want ik vind het heel erg leuk om daarover te fantaseren en om daarmee bezig te zijn. Dus roep maar raak. Mijn dochter kwam al met Luna, vind ik ook een hele mooie naam. En het hoeven niet echte namen te zijn, want het werd me ook gevraagd of het ook echt de dure namen mocht zijn. Dat mag ook. Dus mocht je een leuke naam weten, dan laat maar horen. Daar zijn we heel erg benieuwd naar. Nou, hiermee ga ik ook afsluiten vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ook een leuke moederdag hebben gehad. Voor de mama's onder ons. Ik in ieder geval wel. En morgen weer een nieuwe dag. Tot morgen.